Vandaag mijn naam is Aard, maar ik ga rechten door de oorsprong. Een manier van rekenen is ax plus by plus n0. Een manier van rechten door de oorsprong tekent, ja, dat betekent dat 0.00 tot recht moet behoren. Dat betekent dat je constante term c 0 moet zijn. Ja. De voorwaarde van rechten door de oorsprong betekent dat die laatste term c, uw c moet 0 zijn. In feite krijg je een vergelijking van de vorm altijd ax plus by is 0. Ja, waarbij er geen constante term is. Als je uitgaat naar y, dan is y gelijk aan min ax gedeeld door b, dus min ab gedeeld door x, geen constante term. Dat is een recht door de oorsprong. Ja, onthoud dat, als je geen constante term hebt, heb je een recht door de oorsprong. Bijvoorbeeld recht door punt 3 min 4 en door oorsprong. Als we gaan bepalen, oorsprong is 0, 0, dan kun je de rico bepalen. De rico van die rechte wordt dan min 4. Dus i2 min i1 gedeeld door x2 min 1 wordt min 4 min 0 is min 4 en 3 min 0 is 3, krijg je min 4 derde. In feite betekent dat je y-waarde door je x-waarde. In het algemeen, recht door pq en door oorsprong, de rico van die recht zal zijn altijd q gedeeld door p. Namelijk, je y-waarde, je q, gedeeld door p. De rico is dus q gedeeld door p. Nu gaan we de rechten opstellen. We gebruiken het punt 0, 0 dus, met de richtingcoëfficiënt. Dan krijg je y min 0 is min 4 derde x min 0. Of je krijgt y is min 4 derde x. Ja. Of je kunt uitwerken, ja, y is min 4 derde x. Door die naar de andere kant krijg je 3y is min 4x. Je merkt die 3 staat bij de y en de min 4 bij de x. Dat is juist omgedraaid. Dus 3 van de x-waarde staat bij de y en de min 4 staat bij de x. Verder betekent dat de algemene vergelijking zal worden van deze vergelijking. Ja, die 3 komt van de p. Dus py is gelijk aan qx. Dus py is qx. Ja, dat is de algemene vergelijking. Als we een voorbeeld nemen, ja, van een punt bijvoorbeeld, ja, we nemen de rechten door het punt hier, deze waarde hier, dan zal uw y, richtingcoëfficiënt p gedeeld door q zijn, de y-waarde gedeeld door de x-waarde, en dan de vergelijking wordt dan, y is 2, de richting is 2, dat betekent feiten, ja, dat je krijgt, y is 2x. Ja, inderdaad. 1, 2 betekent uw y is 2 keer de x. Ik maak heel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam Aardswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.